Intuïtief weten we dat je rijkdom van je mens zijn, je persoonlijke ontwikkeling, een verband houdt met wat je kunt in je leven bereiken. Die intuïtie wordt in organisaties nog niet volledig gedeeld. Je staat er soms verbaasd van dat bijvoorbeeld leidinggevenden zo weinig investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze volgen wel bijscholing rond competenties en problemen oplossen, maar hoe zit het met je persoonlijke ontwikkeling? Wel, wat we intuïtief al weten, is nu door Keegan en LaHaye bewezen. Er is een correlatie tussen het ontwikkelingsniveau van leidinggevenden en de resultaten die de organisatie bereikt. Het is van 2016, maar Joyner en Josephs in Leadership Agility hebben in 2007 ditzelfde onderzoek ook al aangetoond en ze komen tot dezelfde cijfers uit. Dat is dat, dat er heel weinig mensen een bepaald ontwikkelingsniveau hebben om met complexe realiteiten om te gaan die op dit moment in organisaties leven. Keegan en LaHaye onderscheiden drie niveaus in hoe dat je als mens kunt ontwikkelen. Een eerste niveau is het, wat dat zij noemen het socialized mind. Ik symboliseer het met een vierkant, omdat je in een vakje werkt. Je hebt een competentieprofiel en je doet je best. Je bent loyaal aan je functie. Je identificeert je met die functie. En dan ga je van daaruit ageren. En als er een verandering is, kun je wel eens veranderen als een vierkant. En dat gaat dan wel traag. En je komt dan in een nieuwe stabiliteit die je opnieuw kunt controleren. Maar dat is niet de beste vorm om in de vele veranderingen om te gaan die er nu zijn. We door evolueren van socialized mind, gesocialiseerd zijn, naar self-altering mind, symboliseer ik met een cirkel. Je gaat rond worden, je gaat een ego krijgen die een waarde heeft, normen heeft en een visie heeft. En je gaat als leidinggevende beginnen inspireren. Je gaat mensen inspireren en motiveren. En dat is al een grote stap verder, omdat je nu je identificeert niet met het vakje waarin je zit, maar met jezelf, met je eigen waarden en normen voor wat belangrijk is. Maar, zegt Keegan en LaHaye, wat we nodig hebben vandaag de dag in complexe omgevingen, is nog een stap verder. Want veel mensen zijn al bezig met hun eigen waarden en normen. Een stap verder is dat je evolueert naar wat zij noemen self-transforming mind. Je transformeert voortdurend jezelf. En je bent niet meer geïdentificeerd met je vakje of je functie. Je bent ook niet geïdentificeerd met je waarden en visies. Je gaat je verbinden met wat er zich aandient. Met de processen, met de openheid die je hebt voor wat er gebeurt. Met de vele ontwikkelingen. Je gaat andere meningen opzoeken. Je gaat ook in een positie staan van het niet te weten, van onderzoek te doen. Ik kies dit symbool voor holding space, een wijsheid, waarin dat er zaken kunnen emergent ontstaan. Keegan en LaHaye zeggen, dit niveau is noodzakelijk om in complexe omgeving met de paradoxen om te gaan, met ambiguïteit om te gaan en de vele veranderingen in een flow te gaan leren doen. En vandaar dat ik zo graag mijn bijdrage lever in organisaties om persoonlijke ontwikkeling op de agenda te zetten en daar via trainingen en coaching de methodiek voor aan te reiken om mensen in eerste instantie te laten evolueren van socialized mind naar self-altering mind om dan later meer wijsheid te kunnen ontwikkelen, wijsheid die er nodig is om met die andere mensen om te gaan in de organisatie en met die omgevingen te hanteren. Het belang van persoonlijke ontwikkeling kan niet genoeg onderstreept worden om binnen organisaties dat ter harte te nemen.